We hebben gereden als gekken. Dit is de beste arts die je vinden kon. Dit is de lijfarts van de Hertog van Gelre. Het is een grote eer om ons aan te doen. Is dat de zieke? Ze is erg zwak. Hoe is het, dokter? Slecht. Kunnen we iets doen? Een priester halen. Priester? Breng me bij hem. Beter is, wordt ze mijn vrouw. Dat zou ik wel willen. Ik hou van hem. Je krijgt haar nooit. Ze is van mij. Ze is van mij. Ze is van mij. Zou je me vragen? Hoe kunnen jullie? Terwijl mijn dochter op sterven ligt. Al is haar lichaam verloren. Haar ziel zullen wij redden. Wordt ze niet meer beter? Hier staan wij machteloos. Zou u ons alleen willen laten? Ik wil proberen haar de biecht af te nemen. Houden jullie dan nooit op? Begrijp je niet hoe ernstig het is? Ik wacht op uw beslissing. Welke beslissing? Dat weet u best. Goed dan. Ik zal jullie mijn beslissing geven. Isabella zal de vrouw worden van... Ze zal trouwen met de man die haar geneest.
En zorg dat er zoveel mogelijk mensen komen. Van Oldenstein maakt hierbij bekend dat er op zijn kasteel een toernooi zal worden gehouden. De deelname staat open voor iedereen. De beloning voor de dapperste zal zijn de Byzantijnse beker. Zet het voor. Het is de wonderbeker. Geloof jij erin? Elke ziekte mee genezen. Ach, man, laat naar je kijken. Maar dat is de waarheid. Mijn moeder Zaligraad eruit gedronken en ze was meteen genezen. Praatjes. Ja, oh, dat is een eenvoudig geval. Ja. Een oplossing. Hoor je dat? Hoor je dat? Dat is de stem van mijn wonderdokter. Laat me niet klagen. Het is mijn astroloog. Astroloog? Denk je dat die Isabella kan genezen? Stuimels. Knap werk, meneer de wonderdokter. Zie je wel? Het is hem gelukt. Mijn wonderdokter heeft Isabella genezen. Met die smerige pil uit de buurt van mijn dokter. Schurk, dokter. Schurk. Dokter, wat is er gebeurd? Hier, pak aan, smerige grifmengde charlatan! Dokter, u zou er genezen! Geweldig. Geweldig, die wonderdokter van jou. Daar komt jouw astroloog. Sterrenbeelden. Ik zal je sterretjes laten zien. Hier, eruit! Sterrenwichelaars. Jullie maken het er kapot. Met jullie wonderdokters. Weet je waarmee die Isabella wou genezen? Hiermee. En weet je wat dat is? Rattenkruid! En met sterrenbeelden maak je het er ook niet beter. Ik zag die geleerde heren nogal haastig vertrekken. Niks helpt. Laten we ook doen. Ze wordt alleen maar zieker. Ik weet niet of het wat is, maar ik heb daarnet gehoord van een wonderbeker die mensen geneest. Wonderbeker? Ach, man, schijt eruit met jouw wonderen. Dat is toch allemaal onzin? Wie gelooft er nou in? Wat is dat met die beker? Walder van Aldenstein looft hem uit als prijs op het toernooi. Een toernooi? En het is een wonderbeker? Dat zeggen ze, dat die mensen geneest. Klets! Geleuter van oude wijven. Valt altijd te proberen. Met een dooie kun je niet trouwen. Hoe weet je dat die Bourgondiërs dat toernooi houden? Onze spionnen hebben Floris van Rosamond gezien. Hij rijdt rond met die beker. Mooi. Je overvalt hem onderweg en brengt die beker bij mij. Godsnaam aan doen. Ik ga naar Oldenstein, naar het toernooi. Dat zal een succes worden. Een luitenant van Gelre op het toernooi van de Bourgondiërs. Dat wordt... Als ik mijn wapenschild verander, herkennen ze me niet. Ah, dat is handig. Daar zou ik nooit opgekomen zijn. Ik win het toernooi en is die beker van mij. Je doet je best maar. Die beker heb je zo goed als gewonnen.
Mijn hart altijd heeft verlangen naar u, de allerliefste mij. Uw liefde heeft mij omvangen. Ada! Ada! Wat is er? Floris is er. Floris? Wat komt hij doen? Ja, wat zou die nou komen doen? Liefdesgedicht? Geef je bloem. Nou, oh, geen terug. Ada is verliefd. Ada is verliefd. Ada is verliefd op Floris. Oh, wat is die groot en blond en sterk en geestig. Floris. De nieuwe heer van Kamp. Het is niets. Gravin. Wees welkom, heer Floris. Namens heer Wolter nodig ik u uit voor een feest op zijn kasteel. Oh, een feest! Viola! Oh, neem me niet kwalijk. Mag ik hopen op uw komst? Een uitnodiging van heer Wolter. En u kan ik niet weigeren. Dank u. Tot spoedig weerziens. Gaat u nu alweer weg? Het spijt me, er is nog veel te doen. Gravin. Nou, maak nou open, ja. Maak open! Nou, hier, hou vast. Een toernooi, dat noemt hij een feest. Hier eten we wat. We zitten hier wel dicht bij Gelderen. Kom nou. Daar zitten we mijlen vandaan. Die beker! Ah!
Kuikens. Bourgondier. De struik in. Trek zijn kleren uit. Heer Jabik van Hogenthout. Gravin Ada van Kouwenberg. Heer Jan van Pannerden. Gravin? Staat u mij toe? Dank. Excuseer. Dag, Floris. Gravin. Een ogenblikje. Wie bent u? Uw gezicht komt me niet bekend voor. Heer Roland van Schaarsburg. Heer Govert van Mechelen. Wat kom jij hier doen? De beker winnen. Voor Isabella. Hoe kom je aan die kleren? Zeker gestolen, hè? Zal ik ze hier eens vertellen dat jij een luitenant van Gelre bent? Van wie heb je dat zakdoekje gekregen? Van Isabella. Ik verdedig haar eer. Dat hebben we natuurlijk ook gestolen, Smeerland. Hier, sir. Iedereen kijkt. Wiens eer verdedig jij eigenlijk? Zet het glas maar aan de lippen. Laat de wijn naar binnen glippen. Laat hem zoet naar binnen gaan. Breng een dronk uit op je vrienden. Drink ook op je welbeminde. Nu we hier tezamen zijn. Nu we hier tezamen zijn. Edele heren, ik verzoek alle ridders die morgen aan het toernooi deelnemen, nu hier hun schilder op te hangen. U weet, de winnaar van dit toernooi krijgt deze beker. Waarvan men zegt dat het een wonderbeker is. En de beker wordt uitgereikt door de schoonste hier aanwezig. Mag ik? Gravin? Etiketten. Etiketten. Een drui. Deze trap op. Oh, wat ben ik moe. Maar we hebben wel gelachen. Ja, dat heb ik gemerkt. Psst. Psst. Hoor je? Wat is er? Ben je bang in het donker? Voor jou zeker. Laat me niet lachen. Nee, je moet een liefdesliedje zingen. Voor jou? Nee, voor... Voor? Waarom? Om het weer goed te maken. Floris is jaloers vanwege die Roland. Oh, oh, oh.
Dit is uw kamer. De mooiste die we hebben. Dank u, heer Floris. Ik ben zeer vereerd. Het beste is voor u nog niet goed genoeg. Voelt u eens? Hoe zacht. Puur dons. Voelt u? Zacht, ja. En hier, deze stoelen. Die zitten geweldig. Probeert u eens. En? Heerlijk. Trogie, zing maar eens een moppie voor ons. Wanneer een knaap en maagdelijn tezamen in een kamerkijn het spel der minnen spelen, dan neemt de liefde al spelend toe en geen van beiden worden moe. Van kussen, kozen, strelen. En wat er dan gebeuren gaat, is iets wat zich wel raden laat. Dat heb je prachtig gezongen, Rogier. Vindt u ook niet, heer Floris? Heer Floris. Hij slaapt. Hij slaapt. Hij slaapt. Dat zou heer Roland nooit zijn overkomen als er dames bij zijn. Roland. Vecht met zwaard en schild en zo nodig gebruikt u de strijdkolf. Maakt u gereed. Neem positie. Ik protesteer. Ieder van ons verdedigt de eer van zijn dame. Maar voor wie staat die ridder in het krijt? Verdedig mijn kleuren, ridder.
Van Braak. Pannen. Beker is van mij! Stop! Mijn helm is gevallen! U hebt de regels van het toernooi geschonden. Ik moet u verzoeken het strijdperk te verlaten. De strijd wordt voor een half uur onderbroken. Nog in één keer geraakt. Hij zal vast winnen, denkt u niet? Hij wint. Hij is een voortreffelijk schermer. Voortreffelijk. U bent zeker wel trots dat Roland uw eer verdedigt. Wat? Verstandig. Heel verstandig. U vecht niet zelf. U laat een ander de eer van uw dame verdedigen. Denkt u soms dat ik een lafaard ben? Oh nee, dat denk ik helemaal niet. Bravo! U neemt het voor hem op. Dat is de ware liefde. Opzij! Zoek maar een andere zwapenkoning. Maar Floris heeft niet eens een harnas. Dat is zijn zaak. Nog hier. Laat de strijd hervatten. Hoe is het met hem? Ik weet het niet.